De eerste competitiewedstrijd van NEC werd afgelopen weekend succesvol afgesloten. De Nijmegenaren wonnen met 3-1 van Almere City. Ja, die hebben het hartstikke goed gedaan. Maar die andere 9 hebben het zeker zo goed gedaan. Dus dat was een overwinning van het totale team. Jonnen Larsson en Arnoud Groeneveld vielen op in positieve zin. Van een vertrek van Groeneveld wil trainer Adrie Wogers dan ook niks weten. Guus Joppe viel geblesseerd uit, maar Michael Heinlot nam hem prima waar. Ja, Guus, dat wordt wel 3-4 weken met een spierscheuring. Dus die zijn we wel even kwijt. Heinie, die is gewoon prima ingevallen, dus die gaat ook gewoon starten. Er werd de hele week al gespeculeerd over zijn vertrek, maar J-Roy God is inderdaad vanaf dit seizoen speler van Leeds United. Ja, het is gewoon doodzonde voor mij als trainer dat J-Roy weg is. Maar voor de club is het gewoon hartstikke mooi dat een jongen uit de eigen opleiding kans krijgt om naar een grote club te gaan in het buitenland. Dus daar kunnen we best wel trots op zijn. Tegenstander van dit weekend is Go Ahead Eagles. Samen met MVV Maastricht een van de favorieten in de Jupiler League. Go Ahead heeft gewoon een prima elftal met veel kwaliteit en ervaring op een hoger niveau. Dus ja, dat is wel een van onze concurrenten, ja. Zelden was NEC een Nederlandse team dan dit seizoen. Daarover is veel lof onder de supporters. Kijk, we hebben nu het overgrote deel Nederlanders. Maar op het moment dat er in het buitenland zich spelers voordoen die echt voor ons goed zijn. Ja, dan, ik bedoel, we moeten niet te veel onderscheid maken tussen Belgen en Duitsers en Nederlanders en noem maar op. Ja, dat speelt helemaal niet. Dus wat dat betreft kijken we gewoon wat er voor ons handig is en voorradig is om aan te trekken. En we hebben gewoon een grote Nederlandse groep, maar daar kunnen best wel wat buitenlanders bij. Qua communicatie is het wel wat makkelijker. Hè? En vooral voor de trainer. Ik ken geen Spaans en geen Portugees, dus ik hou het lekker in het Nederlands en af en toe wat in het Engels. En ja, dat is prima werken. Vrijdagavond om 8 uur in de Adelaarshorst in Deventer. Go Ahead Eagles tegen NEC.